Wanneer je denkt aan LHBT-rechten, denk je vaak voornamelijk aan jezelf. En vergeet je over de landsgrenzen te kijken. Maar alleen al binnen ons eigen koninkrijk zijn de culturele en juridische verschillen groot. In Aruba bijvoorbeeld, in Sint Maarten en Curaçao is de tolerantie ten opzichte van LHBT'ers bijzonder laag. En trouwen, dat kan er al helemaal niet. Dit jaar vaart er tijdens de Candle Parade een koninkrijksboot mee, waarmee Nederlanders van de overzeese gebieden aandacht willen creëren voor hun problemen. Dit is AGP TV vanuit het politieke centrum van Nederland, Den Haag. Ramona Piqueur van Douchy and Proud, de Nederlandse Caribische Vereniging van LHBT's, is de organisator van de Koninkrijksboot. Ramona, hoe is het om als LHBT'er te leven op de Antillen? Een groot verschil met Nederland, Marco. Nederland heb je alle vrijheid natuurlijk. Je hebt gelijke rechten. Het is eigenlijk zo'n beetje de normaalste zaak van de wereld. Op de Antillen is het een heel andere situatie. Het is nog steeds een groot taboe binnen de maatschappij. Je hebt te maken met grote weerstand ook vanuit een diepgeworteld geloof binnen de maatschappij dat het door God verboden is. Je hebt gewoon nog steeds een kleine achterstand in te halen als het gaat om sociale acceptatie en ook algehele begrip, maar ook met name het politieke achterstand, namelijk gelijke rechten. De Koninkrijksboot werd in april al aangekondigd in het perscentrum Nieuwspoort. Toen stonden de gevolmachtigde ministers van Curaçao en Sint Maarten zij aan zij met minister Jet Bussemaker van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap om hun steun te betuigen aan gelijke rechten. Naast Jozjana gaat staan. Dan staan we zo voor dat ding. Zo? Ja. Knap. Allemaal knap. Ik heb een minister-president die gelooft in gelijke kansen voor iedereen en Curaçao naar een hoger level te brengen. En dit zijn dingen die je moet oppakken en doen, ruimte geven aan mensen om zichzelf te vinden en daar hun positieve eigenschappen mee te nemen om Curaçao op te bouwen. Het zijn onze kinderen, het zijn onze jongens, onze meisjes en we kunnen ze niet aan de kant zetten. Ze moeten ook net zoals iedereen behandeld worden en daar zullen we zeker steun voor geven. We steunen de LHBT-beweging overal op de wereld en zeker binnen ons eigen koninkrijk. Ik ben ook zeer graag bereid om te kijken of we lessen die we in Nederland, die we uit Nederland kunnen trekken. Want wij zijn al best een tijd bezig om de LHBT-groepen te ondersteunen. Of onderdelen daarvan ook bruikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan lesprogramma's op school. Die hebben we in Nederland ontwikkeld. Misschien dat die daar ook meer bruikbaar zijn. Dus ik ga heel graag met collega's kijken wat we allemaal nog meer kunnen doen. Dit is voor mij een historisch moment. Een historisch moment? Ja. Mooi dat je in het Koninkrijk samen kan werken om rechten van mensen veilig te stellen. Dat je ervaringen met elkaar kan delen. Dat je ideeën met elkaar kan delen. Dit is gewoon fantastisch. Ik ben er blij mee. Eind juli werd er een motie aangenomen van VVD Tweede Kamerlid Hand en Broeke om het homohuwelijk te legaliseren op de Antillen. Wat houdt dat concreet in? Het houdt eigenlijk heel concreet in dat ik vind, en dat vindt gelukkig een hele grote meerderheid in deze Kamer, dat overal in het Koninkrijk, de Nederlanden, dezelfde rechten moeten gelden voor homo's en ook anderen die gelijke rechten verdienen. Nou, met deze motie roepen we eigenlijk de regeringen in Curaçao, Aruba en Sint Maarten op om die rechten ook te verlenen. Ja. En wat denk je dat die motie gaat veranderen? Nou, ik hoop natuurlijk dat het emancipatie bewerkstelligt. We weten dat het in de eilanden, in de Caribische deel van het Koninkrijk, wat lastiger is. Dus ik vind ook dat je emancipatie niet kunt afdwingen. Maar een steuntje in de rug kunnen ze wel gebruiken. Dat hebben ze met deze motie. Dus laten we hopen dat het binnen een aantal jaar echt stukken beter zal zijn. En wanneer denk je dat het homohuwelijk dan gelegaliseerd zal zijn in de rest van het Koninkrijk der Nederlanden? Zullen we afspreken binnen 5 jaar? Vind je dat wat? Dat lijkt mij een prima plan. Dan gaan we daarvoor. Dankjewel. VVD Hand en Broeke denkt dat binnen 5 jaar het homohuwelijk geïntroduceerd zal gaan worden binnen alle landen binnen het Koninkrijk. Hoe denk jij daarover? Nou, ik hoop alleen maar dat hij gelijk krijgt. Ook een persoonlijk verhaal. Ik wil niks anders dan eigenlijk mijn eigen verhaal van het prins op het witte paard. In dit geval een prinses en zij is wit en niet het paard. Kunnen trouwen op onze prachtige eilanden binnen het Koninkrijk. En ik hoop zelfs meer dan dat. Ik hoop dat we eigenlijk met het symbool wat we dit jaar uitdragen als eenheid vanuit de boot. Dat een stukje helpt om alle organisaties te empoweren. Om dat stukje
vaart mee te krijgen, een stukje momentum te pakken om die wetten ook inderdaad binnen de verschillende landen gewijzigd te krijgen en daarmee de emancipatie een vlucht te geven. En de boot heeft natuurlijk een serieuze boodschap, maar wordt er ook nog een beetje gefeest? Zeker, zeker. We gaan vooral laten zien die dag dat we trots zijn op wie we zijn. We gaan een heerlijk feestje van maken. We gaan met een breastband varen. We hebben 2 DJ's aan boord. We hebben danseressen aan boord. En we hebben zelfs een choreografe. Dus we gaan echt ons uiterste best doen om niet alleen op de boot gezellig te hebben, maar iedereen aan de kant mee te nemen. Dus kortom, 1 groot feest. Beginnen met een feest is natuurlijk een topplan. Maar laten we hopen dat er binnenkort nog meer te vieren valt. Bijvoorbeeld een echt Antilliaans huwelijkfeest. Maar dan met LHBT'ers. Vanuit Den Haag was dit AGP TV. Tot de volgende keer!